U kent ons van de boerenprotesten de afgelopen maanden. Maar nu even niet. Nu werken onze boeren hard voor eerlijk en veilig Nederlands voedsel voor iedereen en om onze bedrijven overeind te houden in deze crisis. Voor de toekomst van ons Nederland. Bart, we zijn een jaar verder dan die eerste protesten. Wat is er veranderd en wat is de stand van zaken nu? Wat is er veranderd? Qua regelgeving staat het er niet best voor. Qua zichtbaarheid van de boeren en urgentie is het wel duidelijk geweest dat er een probleem is. En dat boeren in de knel zitten en dat boeren financieel in zwaar weer zitten. Dus in die zin, die urgentie is goed. Alleen het vertaalt zich nog niet in regelgeving waarmee boeren kunnen werken. En in meer geld in de portemonnee, want dat is hard nodig. Ja. Waar is de problematiek het meest urgent in de landbouw? Op het moment is corona er overheen gekomen. Als je kijkt naar melkveehouderij, maar ook naar varkenshouderij op dit moment. Kalverhouderij, de aardappelsector heeft het dit voorjaar heel erg zwaar gehad. Dus over de hele linie glastuinbouw niet te vergeten. Dus ja, over de hele linie zijn er problemen. Maar wat ons boven het hoofd hangt is natuurlijk het grote stikstofverhaal. Ja. De paswetgeving die is afgeschoten. Ja. En de gevolgen daarvan. Stikstof, dat heeft het hele politieke debat bepaald tot corona kwam. Er is een coronawet nu, of een stikstofwet die mogelijk van kracht moet worden voor het eind van dit jaar. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die stikstofwet die gaat om 26% reductie binnen 10 jaar. En dat is het probleem niet. Kijk, als je boeren de vrijheid geeft om dat te realiseren en een gepast budget, dan hebben die dat zo voor elkaar. Kijk, boeren zijn innovatief genoeg om dat te reduceren. Dat hebben we ook laten zien de afgelopen 10 tot 15 jaar. Want toen is er al 65% gereduceerd. Kijk, en die ruimte die zit er om ook de rest van de economie weer ruimte te geven om te ontwikkelen. Maar waar het om gaat is dat het eenzijdig aan de ene kant aan de boeren gevraagd wordt. Maar wat er nog meer achter zit is dat door die paswetgeving zijn zo'n 6000 boeren zonder vergunning komen te zitten. Anderhalf jaar geleden inmiddels. Vaak gezinsbedrijven? Gezinsbedrijven nagenoeg altijd door het hele land heen. Vaak ook generatie op generatie. Ja, inderdaad. Jongeren die het bedrijf van hun ouders over willen nemen, die zitten knel, die kunnen niet verder. En banken verstrekken geen leningen meer. In feite zit je bedrijf op slot en ben je vogelvrij. Omdat de overheid nog geen beslissing wil nemen op dit punt. Die bedrijven hebben te goede trouw gehandeld. Die waren legaal met een pasmelding, een melding. En van de ene op de andere dag zijn ze vogelvrij en kunnen ze dus ook aangevochten worden omdat ze geen vergunning hebben. De overheid heeft gezegd dat ze dat gaat oplossen. Premier Rutte en minister Schouten die hebben dat ook toegezegd. Alleen nu is dit kabinet bijna uitgeregeerd en er is geen oplossing. Er is ook geen oplossing in zicht binnen een vastgestelde termijn. Dus wat wil de overheid? Een wet door de Kamer duwen met 26% reductie. Die boeren ook moeten ophoesten, terwijl de andere zaken niet geregeld zijn. Kijk, en dan zeggen wij, dat kan niet. Nee. Dus dit moet echt binnen afzienbare tijd met een duidelijke deadline geregeld worden. Want anders zeggen mensen, de volgende generatie neemt de mensen gooien het stokje erbij neer. Jongeren zeggen van ja, sorry, als ik geen perspectief heb en ik weet niet wanneer dit geregeld gaat worden. Ik heb dat niet duidelijk. Wordt het over een jaar of over 2 jaar of over 5 jaar? Je kunt slecht zeggen waar moet je dan heen? Ja, Roelof Bisschop, dit is eigenlijk een direct verzoek aan de politiek. Duidelijkheid, zodat ondernemers weer perspectief hebben. Absoluut. Ja, nee, dat is die bezwaren die zijn absoluut bekend. En een van de belangrijke punten voor ons ten aanzien van die voorliggende stikstof, dat voorstel, is die pasmelders, er moet geregeld worden. Want ze hoefden geen vergunning aan te vragen, geen toestemming te hebben, omdat er maar een hele minimale stikstofuitstoot was. De pas gaat van tafel anderhalf jaar geleden. En vervolgens hebben ze geen vergunning en kunnen ze erop aangepakt worden. Zijn ze eigenlijk dus illegaal, want ze hebben die natuurvergunning. Nee, dat hoefde dus niet. Nou,
die pasmelders, dat moet dus geregeld worden. Want dat is een probleem, dat heeft de overheid zelf veroorzaakt. En dan kan het niet zo zijn dat de boeren daar, de betrokken boeren daarvoor moeten bloeden. Op welke termijn verwacht u duidelijkheid op dit punt? Ik merk inderdaad wat de heer Kemp zegt, het vooruitschuiven. Het nieuwe kabinet. 2022 wordt dan gezegd, ja, maar dan kunnen we misschien beginnen, 2023, 2024 enzovoort. Maar goed, wij zijn natuurlijk, bereiden ons ook voor op dat gesprek over en dat overleg en debat over die stikstofwet. Onze insteek is heel duidelijk. Een van de belangrijkste eisen is, die pasmelders, daar moet gewoon zwart op wit, helder en duidelijk geregeld worden. Ja, ik denk dat er nogal wat boeren zitten kijken. We bereiken via diverse kanalen zo'n 100.000 mensen. Ook voor dit gesprek. Kunnen de boeren van Nederland erop rekenen dat de SGP niet in gaat stemmen met die wet, als die pasmelders binnen een duidelijke termijn niet geregeld gaan zijn? Je moet in de politiek... In de politiek heb je ja of nee. Boeren hebben graag ja of nee. Nee. Wat is het spanningsveld? Alle boeren in Nederland kunnen er... En zeker die families die het betreft, die kunnen er absoluut van verzekerd zijn dat de SGP tot het uiterste zal gaan om die pasmelders geregeld te hebben. Die pasmeldingen netjes geregeld hebben. Ik weet waar de knelpunten zitten, snap ik allemaal, wat de minister ook roept. Juridisch niet houden en noem het allemaal maar op. Die pasmelders moeten geregeld worden. Zo simpel is dat. En meer moet ik op dit moment even niet zeggen. Dat is denk ik politiek niet zo verstandig. Stel, je neemt het stoel in van Carola Schouten. En Carola Schouten moet bij jou het bedrijf in. Wat gebeurt er dan morgen? Wat moet Carola dan doen? Of wat vraagt Carola aan jou? Wat is je vraag precies? Want Carola komt naar mij toe? Of? Ja, nou, dus als je zou zeggen, als jij politiek gezien het voor het zeggen zou hebben, wat zou de eerste stap zijn die gezet wordt? Ik zou een schets maken van Nederland. Waar willen we staan over 10 jaar? In aanmerking nemende dat we naar 20 miljoen inwoners gaan en dat iedereen ruimte nodig heeft om te leven, om te wonen, om te recreëren en dat de voedsel geproduceerd moet worden, efficiënt. En dan zal iedereen de pijn moeten nemen, maar dan is het ook klaar. Dus het ruimtelijke vraagstuk moet echt goed bekeken worden, want in Nederland lopen we met z'n allen tegen milieugebruikersruimtegrenzen aan. Natuur trekt aan de ene kant, bouw trekt aan de andere kant, industrie, luchtvaart. En de boeren zijn het makkelijkste doelwit. Ja, want D66 zal bijvoorbeeld zeggen, Alveren Veestapel. Ja, en de Partij voor de Dieren wil de buitengebieden volbouwen. Kijk, het is makkelijk. De boeren die hebben 60% van de ruimte en die hebben ook de oplossingen. Ja. Want het is niet zo dat we de oplossingen niet hebben. Die hebben we, ook voor biodiversiteit, ook voor CO2, ook voor, noem het maar op. Want boeren die willen wel bewegen. Het gaat er alleen om dat er een eerlijke boterham verdiend kan worden. Ja. En duidelijkheid. Ja, duidelijkheid, perspectief. En wat ook heel belangrijk is, is dat de financiën op een effectieve manier ingezet worden. Hè? Er is een paar miljard is er beschikbaar voor het uitkopen van boeren. Van boerenbedrijven. Ja. Als je 3/4 van dat geld zou inzetten voor bestaande boerenbedrijven. En het lonend zou maken om de innovaties op die boerenbedrijven. En het beheren van die boerenbedrijven. Om dat stikstofarmer te maken, dan heb je een factor 4 tot 5 meer effect. En dan gaat die hele stikstofdeken dus omlaag. We zijn afgelopen maandag waren we op werkbezoek bij een boer. Die is al jarenlang bezig met experimenteren en ook met een kenniskring om hem heen. En die slaagt erin om krachtvoer tot het minimum terug te brengen. En dat doet hij door zomers het gras te winnen en dat op een bepaalde manier te oogsten. Dat was het werkbezoek waar... Dat is het werkbezoek, ja, inderdaad. Ik heb daar het gras wat daar vers gemaaid is, heb ik in handen. Dat droogt hij op een bepaalde manier. Dat wordt hooi, zeg maar. En daardoor kan hij door heel goed ook, zeg maar, de stikstofuitstoot, het stikstofgehalte in de uitstoot in de gaten te houden, kan die dus door het goede gras te voeren en hooi het hele jaar door, als het ware, het dieet, het voerpatroon van zijn koeien helemaal reguleren. Dat is voor de krachtvoerindustrie misschien wat minder interessant, want die heeft minder afzet. Want hij doet het allemaal van eigen grond. Maar dat is zo innovatief, dat moet je belonen. En naar aanleiding van een soort presentatie
een interview in een blad, in een vakblad. 70 reacties. 70 boeren zeggen van, joh, kan ik eens een keer langskomen? Ik wil weten hoe je dat doet. Zo innovatief is de Zo sector, innovatief. Ja. Maar dan moet je wel een hooischuur bouwen die dus ook in bepaalde droogmethodes voorziet. Ik wil even toe naar een ander punt. Het lijkt wel alsof het alleen maar in tegenstellingen gedacht wordt. Wat mij opviel bij Agraxie, dat ze juist ook verbinding zoeken tussen boeren en burgers. Wat doen jullie op dit punt? Ja, verschillende dingen. Enerzijds proberen we juist de Randstad te bereiken met grootschalige acties om de boer naar de Randstad te brengen. Om ook het gesprek aan te gaan van hoe wordt jullie voedsel en ons voedsel geproduceerd? Hoe willen jullie dat ons landschap eruit ziet? En wat zijn de consequenties voor bepaald beleid? Ik bedoel, een boer die kan zonder kunstmest, die kan zonder gewasbeschermingsmiddelen, maar dan heeft het effecten. Mm-hmm. Op voedsel. Je hebt veel meer wat weggegooid moet worden. Minder opbrengst, dus duurder voedsel, noem maar op. Ja. Dat hele vraagstuk ook inzichtelijk maken. De andere kant is educatie. We zouden het liefst hebben dat op iedere basisschool van Nederland gewoon regelmatig een boer in de klas kwam. Om gewoon zijn verhaal en zijn passie te vertellen en echt die boer in de klas te brengen. We begrijpen dat niet alle kinderen naar de boerderij kunnen. Maar als je ziet wat er nu in lespakketten terecht staat, lesstof is vrij. Mm-hmm. Je kunt erin zetten wat je wil. Je kunt bijvoorbeeld een lespakket ontwikkelen waarin je zet dat de SGP de grootste partij van Nederland is of wordt. Dat kan natuurlijk. Wellicht. Maar daardoor worden kinderen wel gevoed. Daardoor worden kinderen wel gevoed. En daar moet echt gewoon, die kloof moet overbrugd worden. Ja. En daar willen jullie graag een bijdrage aan leveren? Daar leveren we een bijdrage aan. En we hebben daar ook constructieve gesprekken over met LNV. En die erkennen dat ook. En die zetten daar ook schoorvoetend stapjes in. Ja. Als we in een iets langere periode kijken. Over een periode van 4 jaar. Nieuwe kabinetsperiode. Wat is dan de belangrijkste politieke boodschap die u aan de richting Den Haag heeft? Duidelijkheid. Kijk, ik hoor net ook die visser zeggen van recht je rug en geef duidelijkheid. De halfslachtigheid eruit, maar toch gewoon die duidelijkheid en weten waar je voor staat. Daar vragen boeren om. Dank. Nou. We gaan kijken naar een boer die ook politiek combineert. Hij laat zien hoe hij dat doet. De SGP is de partij die altijd voor de boeren opkomt. Net als bij mijn bedrijf kies ik voor zekerheid en rendement. Heldere doelen, heldere regels, perspectief en eerlijke concurrentie. Daar staat de SGP voor, daar sta ik voor. Ik hoef geen voorkeursacties, een nieuwe partij of trekkers op het podium. Ik sta gewoon samen met de SGP voor elke boerenstem. Ik ben Henk van der Wind, nummer 29 op de lijst. Olof Bisschop als boerenzoon, hoe ziet u dat beeld, die combinatie van het boerenleven en politiek? Ja, dat heeft zeker zijn charme. Ik heb zelf niet voor het boerenbedrijf gekozen. Mij trok toch meer het studeren, dus ik ben die kant uitgegaan. Maar ik moet ook zeggen, als ik kijk waar de boeren nu voor staan en waar ze mee opgezadeld worden, dan ben ik ook wel eens blij dat ik geen boer geworden ben. En meneer Kempt die vraagt om helderheid en duidelijkheid. Nou, dat op onze werkbezoeken komen we dat steeds weer tegen. De wisselvalligheid van het beleid en de onzekerheid die er is. Daarom hebben wij gezegd, wat wij willen, dat is een landbouwakkoord waarbij je voor over de Kamerperiode heen, dus eigenlijk voor een generatie eerlijk gezegd, want die tijd heb je nodig om die omslag in de landbouw te maken, vastlegt wat er moet gebeuren en wat het aandeel van de boeren daarin is en wat de overheid daarin heeft te bieden. En op die manier, dat moet je doen met de landbouwsector, met de agrarische sector natuurlijk, maar ook met natuur erbij enzovoorts, zal een hele opgave worden. Maar dan kun je stabiliteit en zekerheid bieden en dan gaan jonge mensen het bedrijf weer overnemen. Dan gaan ze investeren, ja. Dan gaan ze innoveren. En dat is volgens mij de sleutel, volgens ons de sleutel die je nodig hebt om dit van het slot te krijgen. We gaan zo ook nog luisteren naar Bijbelse wijsheden over dit thema. We moeten wel gaan afronden. Een perspectief vanuit de SGP wordt er geschetst. Wat zou je als laatste nog mee willen geven in deze uitzending? Nou ja, als startpunt denk ik het wegwerken van die erfenissen van de PAS. En laten zien dat de SGP ook die rug recht wil houden. En ik heb wat meegenomen. Kijk eens aan. Nou, dat is spannend.
van de boeren. Voor goede winter. Onze boeren, onze toekomst. Onze boeren, onze toekomst. En hier nog een lekkere warme muts. Die hopen we terug te zien tijdens het Kamerdebat natuurlijk. Mag die in oranje kleur ook opgezet worden? Nee, dit is groen. Dit is hun partijkleur. Het is gewoon boerengroen, hè? Ook. Heel goed. Schitterend. Heel goed. Oké, we rekenen erop dat jullie zich ook consistent voor de boeren blijven inzetten. Kijk, en dat wordt ook gezien door boeren. Dat wordt herkend. Ja, ja. En ik maak mij... niet zo gauw bestuurlijk boos, maar waar ik mij bestuurlijk boos over maak, dat merk ik aan mezelf, dat is de onrechtvaardige manier waarop de agrarische sector tegemoet wordt getreden. En het geldt ook voor de visserij. Ik vind dat puur onrecht. En dat kan als overheid, kun je dat niet veroorloven. Dan stel je je eigen geloofwaardigheid op het spel. Die betrouwbare overheid inderdaad. Kijk, en die hele situatie met die pasmelders, die heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Absoluut. Kijk, je kunt niet bedrijven en boerengezinnen 5 jaar zomaar laten zwemmen. Nee. Ja. We gaan een inhoudelijk gesprek hierover afronden. Wellicht na de uitzending nog dat we erover verder kunnen spreken. We zijn als SGP leven bij een geopende Bijbel. En willen we ook politieke wijsheid halen uit de Bijbel. Over dit thema, dit weekthema, wat zou u daarover mee willen geven, Oerlof Bisschop? Ik heb het Bijbeltje meegenomen dat ik 's morgens... Ja, dat klinkt een beetje raar misschien, maar... wat ik 's morgens gebruik als ik in de trein zit en mijn stille tijd heb. Dat is toch niet raar? Nou ja, de stille tijd heb je meestal niet in de trein. Oh, hè? Dus, maar dat doe ik al sinds ik... naar Den Haag. 'S morgens, ja, en eigenlijk ook al daarvoor, toen ik in Rotterdam werkte. En ik moet zeggen, het bevalt me uitstekend. En ik moest eraan denken, vaak als je met het beleid bezighoudt op het terrein van de agrarische sector, dan kun je er moedeloos van worden. Hè? Ik kom dat ook vaak tegen op werkbezoeken, dat de mensen eigenlijk murf zijn geworden. Van, jongens, wat moeten we eigenlijk nog? En dan toch, ik moest daar bij de voorbereiding aan denken. Denk ik van ja, en toch, er staat iemand boven. Onze goede God, die ons de aarde heeft toevertrouwd als rentmeester. Niet om daar alleen maar op te passen, maar om die te bouwen en te bewaren. Om die te beheren, om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan wil hij zijn zegen geven. En daarom wil ik een paar versen lezen uit Psalm 65. En daar staat boven, loflied op Gods goedheid. En dan staat er vanaf vers 10, gij bezoekt het land en hebben het begeren gemaakt, dorsten gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol waters. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun lieder koren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken van vettigheid, van vruchtbaarheid. Gij doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de druppelen. Gezegend zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar van uw goedheid. En uw voetstappen druipen van vettigheid, van vruchtbaarheid, van zegen. Zij bedruipen de weiden der woestijn. En de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudde en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. En ik denk dat dat ook een perspectief is dat we niet uit het oog moeten verliezen. Ja. Het is uiteindelijk de goede God die de zegen wil geven. En als we het biddend van hem verwachten, dan mogen we er ook op vertrouwen. Dat is ook een van de psalmen die ik inderdaad veel lees. En omdat je het ook herkent en ervaart als je in het land bezig bent. Ja, mooi. Kijk, als je uitziet naar de regen, soms wekenlang, en het gaat dan regenen, ja, dan kun je wel dansen. Want je ziet de natuur opfleuren en je ziet gewoon de hele zegening van dat die door de vruchtbaarheid en dat heeft met de wind en de temperatuur en het vocht te maken. Ja. En dat is het boer zijn. En daarom is het ook het mooiste vak wat er bestaat. Om gewoon op die manier het land te bewerken en met de dieren bezig te zijn. Het concurreert met docentschap, moet ik zeggen. Ja. We hebben het gehad over landbouw, we hebben het gehad over visserij. Ook in de Tweede Kamer is urk en visserij ter sprake gekomen. Meneer Dijkhoff, waarom geeft u dan alleen maar af op mensen met een migratieachtergrond, op die wijken waar het niet goed zou zijn, maar niet bijvoorbeeld, vandaag werd ook urk genoemd. Denkt u dat het daar helemaal goed staat met tussen de gelijkwaardigheid van man en vrouw? Denkt u dat daar zonen en dochters op een gelijke manier worden behandeld?
Voorzitter, de heer Kuzu haalde Urk aan en zo is de dag weer rond, zou ik bijna zeggen. Maar dat is echt een verkeerd voorbeeld als het gaat om verhouding mannen en vrouwen. Laten we dat Staphorst doen. Is Urk opvallend dat er juist mannen waren die van plan waren om Geert Wilders te stemmen. Maar dat de vrouwen zeiden, dat gebeurt niet, het wordt gewoon SGP. Dat was een... Dat was een punt van orde, begrijp ik. Olaf Bisschop, hoe is dat thuis? Krijgen jullie dezelfde opdrachten? Nou, nee, we doen alles in goed overleg. En we zijn er al ruim 41 jaar getrouwd zijnde altijd nog goed uitgekomen. Dus kijk aan. Komt goed. Alle vertrouwen in. Mooi. Staan er nog boerenprotesten op de planning, Bart? Dat zou zomaar kunnen. Kijk, de actie is geen doel, maar is een middel om iets op een duidelijke manier onder de aandacht te brengen. En boeren hebben het voordeel dat ze een trekker hebben, dan is het al snel duidelijk. En de oogsttijd is voorbij. Ja, klopt, ja. Ja. De uitzending zit er alweer op. De tijd is gevlogen. Volgende week is er een nieuwe uitzending. Dan gaan we het hebben over het thema gezin. Met de nummer 4 op de lijst, André Vlag. En met Yvonne Koopman van het Gezinsplatform. Vergeet u niet om te abonneren op het kanaal van YouTube, SGP-kanaal. Geef ook even een duimpje als u ervan genoten heeft en de volgende keer weer gaat kijken. En we hopen u volgende week weer te zien. Tot dan.